Goed, een grap schrijven. Um, Daar gaan we de komende lessen gaan we naar kijken. Hoe je een grap werkelijk maakt. Laat ontstaan. Natuurlijk kan het zijn als je regelmatig presenteert. Dat er af en toe gelachen wordt. Um, het leuke is dat soms die grappen wel reproduceerbaar zijn. Dus dan onthoud je gewoon. Dat ik zeg dit, dan doe ik dat. En hey, de volgende speed doe je dat weer. En ja, er wordt weer gelachen. Maar nu is het leuke, dat, dat doe je dan drie of vier keer. En de vijfde keer dat je dat doet. Niemand lacht. En denk je eigenlijk, hoe kan dat nou? Nou, dan is die, die grap dus wel spontaan ontstaan, maar dan heb je hem waarschijnlijk niet in zodanige structuur dat die altijd werkt. Of je hebt misschien uh, een, een woordje of een zinnetje veranderd, of je was zelf in een andere status, dat je niet blij keek, maar zo keek. En dat, dat zijn allemaal aspecten die belangrijk kunnen zijn of een grap overkomt of niet. En dan kom je achter als je een, een grap vanaf scratch, vanaf nul gaat maken, want dan bouw je hem helemaal op. Dus een, een spontane grap die je reproduceert, is soms moeilijker te onthouden. Want er moeten namelijk alle omstandigheden precies zo zijn, zoals die laatste keer, dat mensen aan het lachen waren. En het mooie van een gescripte grap is dat die eigenlijk altijd en overal moet werken. Nou, hoe we dat gaan doen, daar gaan we nu eindelijk mee beginnen.